Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een heel mooi paasstuk maken. Ik heb hem al eventjes in een vlog laten zien en jullie waren al heel erg enthousiast, dus ik heb er helemaal zin in. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis en dan blijf je te horen voor alle leuke video's die ik maak. En er komen nog heel veel leuke video's aan, dus druk eventjes op die abonneerknop en eventueel eventjes op het belletje. Goed, wil je wat bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En je kan het pakket compleet met bloemen bestellen, of eventueel zonder bloemen, wat u zelf het liefst wil. We verzenden ook je verse bloemen gewoon door heel Nederland, België en Duitsland. Goed, gaan we nu gauw aan de slag! Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En daarnaast gaan we vandaag eventjes wel een leuke winactie doen. Wat moet je daarvoor doen? Laat even hieronder weten wat jij van deze video vond. Of misschien vind jij een andere paasvideo leuker. Mag je ook hieronder laten weten. En dan doe je al mee met de winactie. Deel je het op Facebook of Instagram deze video, dan maak je dubbel kans, dus dan doe je twee keer mee. Je maakt een kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro die je vrij kan besteden in onze webshop. Dus dat kan je besteden op een DIY pakket of misschien heb je iets anders gezien in onze webshop. Onze webshop wordt steeds vaker en meer aangevuld, dus er komt steeds meer bij. Maar nu gaan we gauw beginnen, want ik kan wel blijven kletsen. We gaan dus aan de slag met dit ei. Ik heb hier een mooi waterschaaltje op. Ik heb hem nu los op, je kan hem eventueel vast opmaken. Maar zo kan je hem elke keer weer gebruiken. Daarop doe ik even wat oase. Ik vind het dan handig om dat eerst hier op te doen, zodat je niet lekt op het hout. Snij ik hem eventjes op maat. Snij ik even de zijkantjes eraf. Zie je er mooi in valt. Nou, een klein stukje van de bovenkant af, want het is wel heel hoog. En dan snij ik de zijkantjes nog eens schuin, zodat je goed kan wegsteken. Dan hebben we mooi passend bij het ei en mooi in verhouding. Dan gaan we beginnen met de bladmaterialen. Ik gebruik hiervoor de Aspiristra strikjes. Die heb ik al eens laten zien in een video. Ik zal hem eventjes hier nog een keer voordoen, maar ik heb ook een aparte video online staan als je het even stap voor stap nog een keer rustig meer wil doen. Je maakt de strik, de aspiristra, door tweeën precies in het midden. Dan maak je een buiging aan de ene kant. En dat doe je ook aan de andere kant. Maar ik draai hem ook een slag. En zoals je ziet krijg je een heel leuk strikje. Je kan de lussen zo groot maken als je zelf wil. Dan pak je een ijzerdraadje, die doe je er boven overheen. En dan maak je hem aan de onderkant vast. En dan kan je eigenlijk de strikjes zo groot maken als je zelf wil. Ik maak ze niet te groot. Je kan eventueel ook nog, dat is ook leuk, als je uitsteeksels te lang zijn, sla je hem nog een keer terug. Maak je hem daar ook nog eens een keer vast met een ijzerdraadje. En zoals je ziet heb je dan een dubbel strikje. Hele leuke techniek. Ik gebruik strikjes ook veel in boeketten. Ik zou nog een keertje voordoen. Je snijdt hem dus doormidden. Je draait hem een kwartslag aan de ene kant, aan de andere kant. Ik maak de lussen nooit te groot, want dan hou je hem mooi compact. Vind ik wat mooier. Je trekt het ijzerdraadje naar beneden en maakt hem dan vast. Dan kan je nog even de extra lussen doen. En dan doe je ook het ijzerdraadje omheen. Nou, met de strikjes hebben we eigenlijk al de mooie basis gemaakt. Dan gaan we de oase weer bevestigen op het ei en daarin bevestigen we alvast de strikjes. En daarmee werk je eigenlijk al heel veel van de oase weg en heb je echt een leuke basis. Dan doen we in
vier lucht Tillandsia plantjes. Ik doe hier voorzichtig even een stokje onderin. Kijk hoe apart het al is. Heel erg leuk. En dan leg ik er ook eentje schuin erin. Je kan hem ook gewoon rechtop doen wat je zelf leuk vindt. Maar ik vind dit wel een heel sierlijk en speels effect geven. Maar wel het luchtige dat je het ei goed kan blijven zien. Dan gaan we nu verder met de bloemen. Ik gebruik mooie Crasperia bolletjes. Die zet ik in de lucht. Die geven altijd een leuk speels effect. En die doe ik op drie verschillende hoogtes. En dit doe ik ook met de zuidenwindlelie. Je krijgt toch veel lijnenspel in het stuk op die manier. Dan bevestig ik wat rozen in het midden. Ik snij natuurlijk alles goed schuin aan, dat is altijd heel belangrijk. En dan heb ik wat lysiantes, die verwerk ik wat langer. En ik hou een beetje de lengte en de vorm van de strikjes aan. En door de manier van de strikjes en de Tillandsia die krul erin, krijg je een heel speels, maar heel luxe effect in het stuk. Dan heb ik hier nog een gerbera. Steek alles even goed voor met de gerbera. Steek hem erin. Kijk of de hoogte goed is. Zorg dat hij goed wel het oase raakt. En haal hem dan nog eens een keer uit en snij hem dan even opnieuw aan. Dit is nu een wat grotere bloem in het stuk en dat brengt rust. En aan de andere kant doe ik dat met de distel. Dan hebben we echt een heel mooi paars stuk. Door de Tillandsia en strikjes maak je hem heel speels.
en open. Maar door een lijnenspel breng je er toch structuur in. Dus op deze manier maak je dan echt een heel apart stuk. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Wat mooie techniekjes die we hierin gebruiken. Wil je dit pakket nu bestellen? Je kan hem zowel de materialen als de bloemen compleet als pakket bestellen. Dat vind je hieronder in de beschrijving. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dus meedoen met de winactie? Laat even hieronder een leuke reactie achter. Deel het op Facebook. Doe je 2 keer mee als je deze video deelt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!